die coach van Krenninke en Smalle. Vanavond gelijk gespeeld tegen Futsal Hasselt. En vorige week uitgeschakeld door de beker van België door dezelfde ploeg van Futsal Hasselt. Na die twee wedstrijden, wat zijn uw indrukken? Ja, woensdag vond ik het een heel goede wedstrijd. Jammer genoeg hebben wij met penalties verloren, dus na verlenging was het nog 4-4. Ja, uiteindelijk is een loterij, dan moet iemand ten dub zijn. Jammer genoeg waren wij dat, dus bekeravontuur is sinds woensdag gedaan. Voor ons het spijtige was dat we onze beste speler, eigenlijk El Goubsouri, dat hij woensdag tijdens de wedstrijd zwaar gekwetst is geworden. Zodanig dat we die ook woensdag niet meer konden gebruiken, ook vandaag niet. Zodanig dat toch vandaag wel een naderlating was. En dan zie je natuurlijk ook wel dat vandaag, ja, dat tempo lag iets lager. Omdat ze twee wedstrijden op twee dagen, dat is toch voor de meesten toch wel vrij zwaar. En al jammer genoeg heeft onze nieuwe spits, Zoutane, die heeft zijn eigen in de eerste wedstrijd na twee minuten zijn mediale band van zijn knie verrokken. Dus die heeft vandaag ook maar op 20% gespeeld. Dat zijn voor ons natuurlijk toch wel twee belangrijke aderlatingen. Desondanks moesten wij vandaag winnen en we hebben er alles voor gedaan, maar het is niet gelukt. En nu blijven jullie naar 4 punten van Hasselt, achter Hasselt. De strijd voor de playoffs blijft duren de komende maanden. Ik denk dat een ploeg like Hasselt geen dipje gaat kennen. Bedoel, wij moeten volgende week naar Châtelineau, dan wordt die kloof 7 punten. Ik denk dat dat te groot is. Dus ik denk dat de 4 playoff kandidaten gekend zijn.